Beste kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering van het programma Humtum. We zijn er wederom en zoals gewoonlijk zijn we er weer met programmamaker Roen Manna en voor de camera zit Sushma Bieren. Vandaag hebben we wederom een gast uitgenodigd en zij heeft een hoop te vertellen. Ze is creatief en als je het aan mij vraagt dan komt ze altijd met verrassingen en we blijven altijd versteld van wat zij allemaal doen. Ze danst al 17 jaar. Ze gaat binnenkort prikjes geven aan mensen die ziek zijn. En ze gaat dus nog een hele hoop met ons allemaal doen. Ik heb het over niemand minder dan Shalini Aruna Ramotar. समझते हैं मेरी जुबान मुझ पे बरसी जो तेरी निगाहें मेरी सांसों ने बदली Shalini, welkom in het programma. Dankjewel, Sushma. Hoe is het met Shalini? Ze maakt het goed. Ze maakt het goed. Ja, alles is in place, hè? Ja, nu wel. Nu wel. Nou, het voortraject is prima geweest, dus ik hoef niet, misschien moet ik de kijkers ook, die worden nieuwsgierig dat jouw ouders hier allemaal alles hebben geregeld, want we zitten lekker op het terras van familie Ramota. Dus zij hebben alles hier in kannen en kruiken geregeld. Precies, ze hebben alles gecheckt, ze hebben die toegoedkeuring, dus we kunnen starten. We kunnen starten, uiteindelijk starten. Uiteindelijk, ja. Nou, Shalini, het is leuk om vandaag jou ook in het programma te hebben. Ik heb al in mijn inleiding gezegd dat ik jou ook altijd heb gevolgd, ook nog de vorige niet dat ik je eerder kende. Dus je hebt een hoop ontwikkelingen gehad en dat hebben we recentelijk ook heel groots mogen meemaken. Vertel Shalini, hoe is het allemaal gebeurd? Laten we eerst bij het begin beginnen, laat me je niet overvallen. Wie is Shalini Aruna Ramotar? Laat ik beginnen om eerst te zeggen dankjewel Sushma voor zo'n mooie introductie. Dat was heel aardig van jou om het allemaal te zeggen. Waarom niet? Ik heb het over mijn ex-docentje. Dat hè? Ja, om bij het begin te beginnen. Hoe ben ik gerold in de danswereld? Hoe ben je gerold in de danswereld? Want je doet al 17 jaar en oud ben je niet, dus. Ik was 8 jaar en ik denk dat mijn moeder helemaal gek werd van mijn actieve houding thuis. Dat ik altijd iets wilde doen. Dus ze dacht, nou deze moeten we ergens gaan zetten om iets te gaan doen. Was jij een van die kindertjes van ADHD? Niet echt ADHD, maar ik zag wel. Altijd iets om te doen, iets creatiefs om te doen. Mm-hmm. En ik had heel veel ideetjes ook altijd, dus ik denk dat ze dat ook heeft gezien. Mm-hmm. En toevallig was er een inschrijving in de krant van het Indiaas Cultureel Centrum, ICC, dat ze dus met nieuwe lessen zouden starten, ik had haar danslessen. En ik denk dat ik moet dacht, laat ik dat meisje daar zetten, daar ben ik een beetje van eraf in de middag. Dus ze heeft me gezet en het was een hele nieuwe ervaring met mij, want ik ben niet op zoek gegaan naar dans of zo. Het is eigenlijk, we hebben elkaar gevonden om het zo te zeggen. Dus eigenlijk, als ik het goed mag formuleren, is dat jij bruiste van energie. Ja.
En jouw ouders hebben ingezien van, hey, je moet er wat mee doen. Precies. En ze hebben me op les gezet. Dus het is ook niet dat ik zei van, ik wil dat doen of ik wil dat doen. Nee, ze hebben me op les gezet. Mm-hmm. En mijn eerste les was ook heel anders voor mij. Want ik kwam op les en ze waren al begonnen. Want ik was volgens mij was ik een paar maandjes te laat. Dus ik kwam op les, ze waren al bezig met de beginoefeningen, et cetera. En de danseres heeft me gewoon achter in de zaal gezet en ze heeft me gezegd, leer. En het, op ICC moeten we voorstellen, zijn Indiase leraren? Op ICC komen op contractbasis komen er Indiase leraren. Ze blijven meestal 3 jaar en als ze dus langer willen blijven, wordt hun contract verlengd. Ja, ja. En mijn eerste lerares was Urmila Sharma. Ze en toen was je 8 jaar? Ja, toen was ik 8 jaar. Ze is een heel goede danslerares. Ze is zo sterk qua voetenwerk en bewegingen. En ze was ook heel erg streng. Maar ik denk dat de houding mij ook heeft ertoe heeft aangezet om te zeggen, maar ik ga er bewijzen dat ik het wel kan. Al geeft toen ze me al. Toen al, want ze heeft me helemaal achter in de klas gezet en ze heeft me niks geleerd. Ze zei, bewijs me wat je kan. Ja, want vroeger werden eigenlijk op school die ondeugende leerlingen achter. Ik was niet ondeugend. Maar zo is ook de houding van de Indiase leraren. Van, ze gaan niet voor jou doen. Jij moet bewijzen dat je het wilt en dat je het kan en dat je dus je moeite moet doen. Dus ik kwam extra lessen volgen en ik vroeg die andere studenten van, komen jullie me helpen? Kom nog een uurtje eerder. En zo heb ik het geleerd. En binnen een maandje, anderhalf, was ik van achter in de klas helemaal voor. Zo, dus, assertief. Ja, dus ik was het heeft me toen echt gegrepen en vanaf toen is het allemaal de goede kant op gegaan. Oké, dus je was 8 en je begon. En inmiddels ben je al 17 jaar mee bezig. Je hebt recentelijk ook nog jouw eerste show zelf georganiseerd, gepresenteerd, waarbij heel veel Surinaamse artiesten betrokken zijn geworden. En het was een succes. We hebben het over Mijnviel. Ja, Mijnviel. Het is altijd, kijk, als je al zo lang danst, 17 jaar, je danst niet blind. Je danst, je kijkt om je heen, je kijkt naar tv-programma's, je ziet Dance India Dance op tv, So You Think You Can Dance. En er gaan ook ideetjes broeien. Mm-hmm. Weet je, je bent danser, je bent creatief, er komen een heleboel ideetjes op en je denkt van ja, ik wil het ook aan de mensen laten zien, want we hebben het talent. Soms maar, ik kan je niet voorstellen hoeveel talentvolle dansers we in Suriname hebben. Precies. Maar misschien hebben ze de resources niet of hebben ze het podium niet om naar buiten toe te treden. En ik ben ook zo iemand, ik zie zoveel dingen en denk ik, boy, dit kunnen we toch goed doen in Suriname. Ja, we hebben niet mensen van buiten nodig om dat te kunnen doen. Klopt. En ik heb dus al mijn ideetjes een beetje verzameld. En het was ooit eens mijn droom om een show te organiseren. En hoe lang was je dan bezig daarmee? Wel, zoals je weet heb ik geen dansschool. Ik heb geen dansers. Dus ik was al een aantal jaren bezig met, ik wil dit doen, ik wil een show geven. Maar ik zat altijd met het probleem van, hoe moet ik het doen? Want ik heb geen danser. Dat wil zeggen, ik moet dansers gaan lenen. Maar de choreografie die ik wil tonen aan het publiek, moeten gedaan worden door dansers die goed getraind zijn in de dans, in de klassieke dans, Kathak. Dus ik heb erover nagedacht zo lang. En uiteindelijk ben ik dus een samenwerking aangegaan met Anand Ramcharan. Want hij heeft zijn eigen dansschool. En hij heeft goed getrainde dansers. Als ik ze mag opnoemen, want ik vind echt dat ze heel veel talent hebben. Shiva Yanki, Rishmiram Kilaan, Priya Binda en Priya Ramprasad zijn echt heel goede dansers met heel veel talent. En ik dacht, weet je, ik ga de samenwerking met hem aan. We doen het samen. Ik ben naar hem toegestapt. Ik heb gezegd, hey, ik heb zo'n idee. Wat denk je ervan? Hij is ook met zijn ideeën gekomen. En uiteindelijk hebben we dus meer veel van gemaakt. Veel van gemaakt, ja. Oké, het was een daverend succes. Heel mooi opgezet. En dat is ook een directe aanleiding om meer te gaan weten over de choreograaf die we hier hebben zitten. Dat ben jij. Je hebt het over klassiek dans, Kathak. Wat moet ik me voorstellen? Nou, in Suriname wordt er niet om niemand tekort te doen of zo, maar er wordt heel veel aandacht besteed aan de Bharatnatyam dansstijl. Er worden heel veel shows gegeven en zijn allemaal prachtige shows, allemaal prachtige dansers. En de Kathak dansstijl is toch wel qua stijl heel anders dan de Bharatnatyam dansstijl. De Bharatnatyam dansstijl heeft het kenmerkende doorzakken door de knieën en de open handen en de grote ogen.
De Kathak dansstijl is veel meer voetenwerk met de gurus, veel meer chakkers, dus dat zijn draaien, sierlijke bewegingen, heel kenmerkende handen zijn dicht, bij Bharatanatyam zijn de handen open, hier zijn de handen netjes dicht. Dus er zijn echt specifieke verschillen waarbij je kunt uitmaken, nee, dit is de Bharatanatyam dans en dit is de Kathak dans. En jouw liefde ging voor, dus voor Kathak? Kathak. Ik heb ook op Bharatanatyam gezeten, niet lang. Het trok me gewoon niet aan. En ik bedoel, dat mag. Ik bedoel, wat je ligt, dat doe je. Ja, en Kathak was echt dat wat mij aantrok. Oké, je zei je was dus begonnen bij ICC en je hebt dus 17 jaar verder, ben je nog steeds bezig te leren. Ja. Ik weet wel, wat persoonlijke ervaring en kennis is, dat je in Bharatanatyam afdanst. Hoe zit het dan bij de Kathak? Nou, wat ik weet, en dat hebben dus al de leraren mij ook gezegd, aan wie we het hebben gevraagd. Er zijn verschillende levels die je kunt bereiken in de Kathak dansstijl. En na een bepaalde level, wanneer jij dus zo ver getraind bent dat je zelfstandig op het podium kan staan. Dat is ook een ander kenmerk van de Kathak dansstijl, dat we... een optreden of een dans is niet compleet als je niet live hebt gedanst met de tabla speler en met de harmonium speler, minimaal. Dus dat is live muziek en klassiek muziek eigenlijk? Ja, klassiek muziek. En dat is dus ook het kenmerkende van Kathak, dat je dus die interactie hebt tussen de tabla speler en dansen. Dat gaat altijd samen. Dus wanneer je een bepaalde level hebt bereikt qua ervaring en dansoptredens en ook qua kennis. En je kunt zelfstandig op het podium dit doen, de interactie hebben met de tabla-speler. Je kunt iets maken of je kunt echt met hem een jugglebandy hebben. Ja, jugglebandy is het, ja. En als je dat kunt doen, dan ziet men je als, oké, je bent bevoegd om nu je eigen ding te doen en verder te gaan. En jij bent dus al bevoegd dat te doen? misschien ja, op papier, maar ik vind toch wel voor mezelf, ik wil meer kennis. Ik wil meer leren. 17 jaar al kennis? Nou, de Kathak danswereld, dat stopt niet. Wat je allemaal kunt leren, wij weten in Suriname maar echt een tipje van wat er allemaal in India gedaan wordt. Oké, maar we hebben dus... veel leraren of mensen die zich even verdiepen. En ik weet dat er een verschil is tussen Kathak en bijvoorbeeld Bharatanatyam. Als we kijken naar mevrouw Madhuri Jagmohan. Zij gaat vaker naar India om zich bij te scholen en het hierover te dragen. Dat is perfect. Ja, helemaal. Ik ben daar ook heel erg trots op. En hoe zit het met jou? Heb je daar ook over nagedacht? Ben je geweest? Wat is het eigenlijk? Ik heb er zeer zeker over nagedacht om naar India te gaan, om daar wat lessen te volgen, om me te verdiepen in de Kathak dansstijl. Ik heb ook, ik heb eigenlijk ook een ticket gewonnen naar India. Van? Ik heb meegedaan aan een danscontest georganiseerd door het Indiaanse cultureel centrum zelf, Payal Ki Jhankar. De toenmalige danseres Manjusha Sarvesh Joshi heeft dus dat georganiseerd. En dan had je ook Kathak gedaan? Ja, er waren verschillende rondes waarbij je dus na elke ronde werd een aantal geëlimineerd en dan kwam het bij de finale. Dus we hebben echt onze creativiteit kunnen uitbuiten daar, want je moest klassiek doen, maar dan ook een beetje modern en ook een beetje fusion. En dan had je dus de finale en daarbij ben ik dus op de eerste plaats gekomen. En ik heb dus toen een ticket gewonnen naar India, maar het
idee zit er, maar ik heb er, ik moet er tijd voor vrijmaken. Dus je bent niet meer in die afgelegd? Ik ben nog niet geweest, nee. Zo. Het ticket ligt mooi, maar ik heb nog niet de tijd vrijgemaakt. Je bent nog niet ready om dat te gaan doen? Ja, ik heb nog echt niet de tijd vrijgemaakt om daar naartoe te gaan. En dat moet ik eigenlijk wel doen. En hoe lang terug was dat? Ja, ik... Want anders kan ik wel gaan op die ticket om te leren. We kunnen samen gaan. Okay, we samen kunnen... Ik denk 4 jaar. Dus dat was 4 jaartjes geleden. Zo. Het ticket is nog wel geldig. Ik heb ook met de ambassadeur gesproken. Maar ja, met mijn studie waarin ik nu zit, ik moet minimaal 3 maanden daar zijn. Dat is het vereiste. Ja, ja. En 3 maanden weg blijven van mijn studie is niet rendabel. Ja, dus daarover komen we straks, je studie. Ja. Oké, dus je bent echt van plan om dit ding op een higher level te gaan brengen. Want ik wil de Surinamers laten zien, het bestaan Surinaamse publiek. En als we daarnaast ook kunnen uitbreiden, wil ik laten zien, het hoeft niet per se om mijn persoon te gaan, begrijp me niet verkeerd, maar dat we het talent hebben in Suriname, dat we creatieve ideetjes hebben, dat we goede dansers hebben en dat we die dingen zelf hier kunnen doen. Maar waarom denk je dat het dan ligt dat er geen vordering op in is? Omdat men in Suriname heel snel zijn plafond bereikt. En dat is ook zo. Kijk, er komen elk jaar, om de 3 jaren komen er dansleraren uit India. Ze leren je 3 jaren en dan wanneer je echt helemaal erin bent, zijn 3 jaren al moeten ze weg. Komt er een nieuwe, die gaat eerst een jaartje kijken, oh, die moet in die groep, die is zo ver. Wordt het je begint steeds opnieuw, begint steeds als het ware. Weer opnieuw, precies. Ja, ja. Dus je wil verder, maar die know-how moet komen uit het buitenland. Mm-hmm. Je kan wel zelf zoeken op YouTube, dat is nu wel makkelijker, dat je op YouTube tutorial lessen kunt gaan ja, ja. Bekijken. Maar toch, het is beter als je de in-klas situatie hebt, als je een leraar hebt die jou de kneepjes ook leert. Dus men bereikt in Suriname heel snel zijn plafond. Mm-hmm. En de cultuur in Suriname is er niet dat we van dans een living kunnen maken. Ja. Dat is een hobby. Dat is nog steeds kunst en cultuur die een precies. Beetje niet in India dansen ze 8 uur per dag trainen. Ze worden ze zo goed, geven ze shows. Ze verdienen er geld mee. Ze kunnen een living maken. In Suriname is het een hobby. Dus waarom zou men zoveel moeten investeren erin? Is vaak de gedachtegang, toch? Ja. Waarom moet ik dan zoveel mijn school en mijn werk investeren? De tijd dat ik daaraan kan besteden. Waarom moet ik die tijd investeren ja. in dansen? Dus, wat bereik ik? Kunst en cultuur nog in Suriname gezien als een hobby. Je precies, kunt er niet van leven. Precies, als een hobby. Je kunt er niet van leven. Recht ook, ik begrijp die gedachtegang, maar dan heb je mensen misschien als mij en Anand Ramcharan en mevrouw Madhuri Jagmohan en al haar leerlingen, ja. Die ook allemaal die leraren, docenten zijn, die zeggen van nee, we willen toch wat doen voor de maatschappij. Heb jij ook met buitenlandse leraren, dansers, shows gehad? In Suriname of in het buitenland? Wel, het was al een hele eer voor mij om te mogen dansen met de dansleraar die uit India kwam, want ze zijn allemaal gerenommeerde dansers daar. Ze komen, ik weet niet of jij Pandit Biju Maharaj kent, is een van de mahagurus op het gebied van Kathak in India. Iedereen kijkt echt naar hem op. En een aantal van zijn leerlingen hebben dus aan ons les gegeven. En dan is het, want dan zie je ook zijn partij, om het zo te zeggen, in die... Maar je denkt, wow, precies, ja, en dat leer je dan. Hij wordt aan dit ja, dus het is heel erg, het was heel erg een eer om met hun op het podium te staan. Ik heb buitenlandse shows gegeven. Ik ben 2 keer naar Jamaica geweest om daar shows te geven. De eerste keer was in 2006. Heb ik 3 shows gegeven daar. En samen met Anand Ramcharan, Nandini Jow, Shalin Ramadari, Surinder Firai. En in dit jaar nog, februari, zijn we weer naar Jamaica geweest. Mm-hmm. En hebben we weer 3 shows gegeven daar. Okay, in Nederland heb ik ook een show gegeven. Sorry om te onderbreken. Ik was in Nederland. 5 jaartjes geleden en toen heb ik dus ook meegedaan aan een musical in Nederland, Bollywood maar dan anders. Dus daar heb ik ook een beetje mogen dansen. Ja. Doe je los van Kathak ook andere dansstijlen? Laat me het zo zeggen, ik ben daarmee begonnen toen mijn lerares was in ICC, Tanuja Manishan. Mijn eerste lerares was Urmila Sharma, die was er 2 jaar. Daarna is ICC gestopt met leraar uit India halen. Heeft Tanuja Manishan, die ook heel erg ver is in de Catalaanstijl, heeft 5 jaar lessen gegeven op ICC. En haar noem ik echt mijn dansmoeder, om het zo te zeggen, want zij heeft ons geleerd om je eigen ding te zetten in de Catalaanstijl. Kijk,
Het we leven in Suriname. Die katak die we in India doen, dat is niet echt aantrekkelijk voor het Surinaams minnend publiek. Ze willen meer een beetje chatty erin, beetje modern Bollywood. Precies. Ja, ja, ja. En we hebben ook verschillende culturen hier. Dus van Tanuja Manishant heb ik geleerd om echt wat katakdansstijl betreft out of the box te denken. En dat te incorporeren andere dansstijlen en die erbij. En zij heeft ons ook aangemoedigd om dus hip-hop te volgen, contemporary. Oké, dus eigenlijk kun je kort zeggen dat alle dansstijlen gevoegd zijn in die katak die jullie eigenlijk modern terug presenteren. Dus dat willen we doen. Oké, okay. Nou je hebt het gehad over je studie en we hebben alles over jouw katak en jouw ambities en waar je nog naartoe gaat ermee hebben we al een beetje zo geweten. Wat about je studie? Welke studie? Want ik zei het al, je gaat straks prikjes, dus daarom zit ik een beetje ver van jou, want ik zit er verder helemaal gezond uit. Wat about dat? We hebben leuke tijden gehad op de overige scholen, maar wat doe je nu verder? Ik doe geneeskunde, ik studeer geneeskunde. Ik heb sowieso een beetje uitloop, want als je zoveel shows doet en je echt bezighoudt met de katakdansstijl of met een of andere hobby, maar je maakt het, je geeft er heel veel tijd aan, dan gaat je studie daar een beetje onder lijden. Dus dat is ook gebeurd met mij, maar ik heb daar geen spijt van, want daar in mijn plaats, precies, ik heb mijn droom kunnen waarheid kunnen maken. Dus oké, okay. Dus binnen hoeveel jaar kun je prikjes verdelen? Drie jaartjes te gaan. Oké, okay, dus drie jaartjes hebben we nog. Drie jaren. Nou, dan, dat hebben we ook gehad. En Shalini, je bent vrij actief. Het is studie en ook nog dans die je zo intensief beoefent. Verder zijn er nog andere hobby's waarmee je je bezighoudt? Ik zou het niet zozeer hobby's noemen, maar ik vind het wel leuk om te praten en iets te betekenen voor de samenleving. Dus ik start me ook altijd in, oh er is een workshop daar. Of oh je kunt een of andere... Dus vinding rijken of zo. Ja, of je kunt dit doen, of je kunt in de studentencommissie gaan, of je kunt bij het bestuur dit doen, of je kunt... Weet je, ik hou ervan om als ik zie dat bepaalde dingen niet goed gaan, om daar een bijdrage te leveren om het beter te laten gaan. Okay. Dus ik heb wel die drive om dat die te drive doen. Is er. Dus misschien moet je ook gelijk vertellen van waar die drive komt. Je bent de dochter van. Ik ben de dochter van Reina Ramota en Prim Ramota. Mijn moeder is onderdirectrice op het Lyceum 1. Ze is scheikundedocent. Mijn vader was natuurkunde- en wiskundedocent. Maar is dus nu overgestapt naar de private sector en heeft dus zijn eigen bedrijf opgericht. Maar ze zijn beide ook heel erg... twee mensen die ook heel erg driven zijn en ons altijd hebben geleerd, mijn zus en mijn broertje, mij, dat we echt vooruit moeten kijken. 10 jaren vooruit, investeren in jezelf, investeren in je toekomst. En je bent hier niet alleen om te werken en te netje goed je te doen. Ja, nee, dus je bent er om een beetje een bijdrage te leveren aan de samenleving. Een stempel achter te raken. Oké, okay, over een stempel gesproken, je druk leven, je geneeskunde, je dans. Is er ook iemand die, Shalini, zegt, oh, dat is wat mijn hartje over begeert? Oké, okay, ze begint te blozen, dus ja, de moeder kijkt nu niet. Nee, dat laat toch gewoon voor mij. Dat laat toch gewoon voor mij, maar oké, okay, je hebt wel een delen verklapt een beetje. Ik weet niet wat blozen is, ik denk dat de mensen dat ook... Dat een beetje hebben meegemaakt, je hoeft niet meer te blozen, we hebben het al door. Maar goed, dan weten we dat ook. Iedereen mij in de hoekje. Nee, maar op de manier hoe je doet, het ligt toch niet meer aan mij. Nee, maar goed, dat weten we ook een beetje, dus geen vrijgezelligheid meer. Ik ben altijd vrijgezellig. Ja, oké. Okay. Nee. Vrijgezellig bezig, maar geen vrijgezel meer. Oké. Okay. Body language. Nou goed, Shalini geweest. Shalini, het was weer leuk om een babbel met jou te hebben en ook dat de kijkers meer te weten zijn gekomen over jou. En het was vrij luchtig, vrij informatief. En ik denk dat er zeker wel een follow-up moet zijn, vooral als er nog grotere shows gaan. Ja, dat is zeker. We willen zeker volgend jaar. Nou, we willen van Mehfil echt een terugkerend evenement maken. Dat is ook ons doel. En dat we met Mehfil een platform bieden aan artiesten. Je hebt zelf gezien, in Mehfil gaat het niet alleen om mij of om Anand Ramcharan. Het gaat om de zangers, het gaat om de dansers. Dus we willen echt de dansers dan een platform bieden van kom hier met choreografieën, kom met ideetjes, kom, doe je ding. Hiermee met Mehfil kun je het doen. Je kunt het presenteren aan het publiek. Laten ze ook zien
wat voor talentvolle dansers en choreografen we allemaal in Suriname hebben. Oké, dat is vrij duidelijk en krachtig. Nou, Shalini, wil je bedanken. Dank jullie ook. En Humtum Productie wensen je heel veel succes. Dank je wel. En we blijven zeker altijd deelnemen aan het gebeuren dat jij zeker op peil zal zetten. Dank je wel. Jullie ook bedankt en ook heel veel succes met jullie programma. Dank je wel. Nou, beste kijkers, dat was Shalini Ramotar. Ook los van het dansen en prikjes verdelen straks. Heeft ze een vlotte babbel, dat hebben we ook gemerkt. En het was zeker wel leuk om Shalini weer zo te mogen meemaken en een gesprek met haar te houden. Waarom niet? Het zijn allemaal Surinaamse talenten en artiesten die we zeker moeten motiveren om door te blijven gaan. En uiteindelijk zijn het deze mensen die Suriname op de kaart plaatsen. Ik wil u allen weer bedanken om te willen kijken naar een nieuwe aflevering van Humtum. Het was wederom ons een genoegen om dit te presenteren voor u. Het was een productie van Arun Manna en voor de camera staat Tishmanbier. Bedankt.